We staan op het braakliggende terrein op het Zwaanzas. En er waren allerlei activiteiten voor kinderen vandaag. Waaronder een hele leuke vogelshow. U bent van de Valkhof, volgens mij uit Brabant. Nee, ik kom uit de Achterhoek. Oké, bijna hetzelfde. Ja, bijna hetzelfde. Het scheelt een klein stukje, maar dat maakt niet zoveel uit. Nou, van hier vandaan is het even ver misschien. Ja, het was 166 kilometer, dus het is toch wel een stukje. Ja. En nou, volgens mij hebben ze zoiets nog nooit gedaan hier in het Oude Noorden. Doen jullie dat vaker? Gewoon het land rondtrekken en dan met kinderen zo'n vogelshow doen? Ja, wij zijn natuurlijk nu weer in het seizoen natuurlijk weer aangebroken. En we zijn nu bijna dagelijks op pad. Dus vandaag zijn we hier. Morgen hebben we weer een zorgcentrum. En we hebben natuurlijk de evenementen en de trouwerijen en de campings. En de scholen. Ja, dus we doen eigenlijk heel veel. Daarnaast hebben we ook de ringen aanvliegen voor de bruiloften en de valkrijworkshops, fotografieworkshops. Dus ja, we zijn vrij breed bezig. Maar is het alleen maar voor het leuk of zit er waarschijnlijk ook nog een educatief karakter? Het is ook educatief. Ik weet niet of u alles gehoord hebt. Er wordt ook uitleg gegeven over de vogels, waar ze vandaan komen, wat is hun voedsel. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Dus het moet leuk zijn, maar ze moeten er ook wat van kunnen leren. Wat vond je van vandaag? Ik vond vandaag heel erg leuk. En u zag het ook, het was heel erg leuk. En ik heb vandaag meer informatie gekregen van welke landen ze uitkomen en hoeveel kilo ze eten. Oh, dus je hebt wel echt wat geleerd vandaag? Ja. Ja? Had je al eerder zo'n vogelshow gezien? Nee. Nee? Nee. En ik kom ook nieuw in deze buurt wonen, dus vond ik wel leuk. Ja. Vind je dat ze dat vaker moeten doen, van dat soort dingen organiseren? Ja, dat vond ik wel ook. Heb je ook nog meegedaan met iets net of niet? Ja. Wat heb je gedaan? Flits had ik gedaan. Hij heette Flits. En dan heb ik hem vastgehouden. Ja, hoe vond je dat? Heel leuk en spannend. Ja, vond je niet een beetje eng? Ja. Ik vond het wel een beetje eng en ik vond het ook leuk. Leer je op school nou ook wat over vogels? Of was dit voor het eerst dat je er wat van hoorde? Nee, voor het eerst. Ja? Vind je dat ze dat op school eigenlijk misschien ook zouden moeten doen? Ja, dat vind ik ook. Ga je dat voorstellen op school? Ja, dat ga ik zeggen. En wat leren ze daarvan? Waarom is dat belangrijk eigenlijk? Want die vogels komen natuurlijk overal vandaan die jullie hier hebben. Ja, dat klopt. Maar we hebben natuurlijk ook hier wel roofvogels. Kinderen zien ze wel, herkennen ze niet. Kijk, vandaag hebben ze wel de torenvalk kunnen zien die in Nederland voorkomt. De Europese buizerd en de oehoe, die komt ook in Nederland weer voor. En de kerkuil, die komen hiervoor. Ze hebben ze nu van dichtbij kunnen zien. We hebben daar ook over verteld dat je dus aan de kleur van de ogen van die uilen kunt zien wanneer een uil gaat jagen. En dat vinden we toch voor de kinderen wel belangrijk. Het valt mij op dat er steeds meer vogels in de stad voorkomen die je vroeger nooit zag. Ja, dat klopt, want er wordt natuurlijk steeds meer gebouwd. Dus die vogels die wennen natuurlijk ook in de buitengebieden al wel aan fabrieken, aan mensen, alles wat er zo rondloopt, fiets en rijdt. Dus ze worden eigenlijk steeds minder bang voor de mensen. En daardoor komen ze ook steeds meer naar de stad. We hebben zelfs in Amsterdam schijnt er een slechtvalkenpaadje midden in de stad op een richel van een groot gebouw te broeden. Dus dat is toch wel heel erg leuk. Hey, wat vond je nou de leukste vogel die je gezien hebt? Ui, ik vond die ui. Die hele grote, met die grote oranje ogen. Ja, die. En waarom vond je die leuk? Omdat het lijkt net als hij zich schattig keek. Ja? Ja, en die baby vond ik ook leuk. En hij heeft echt een prachtige ogen. Ja, en een mooie ogen. Hè? Ja, het schijnt zo mooi. En jij, waarom vond jij die uil mooi? Omdat mijn bijnaam ook soms uil is. Oh ja? Ja. Waarom? Ik weet niet, want mijn naam met een U begint, hebben ze ook mijn uil genoemd. Oh, want ze zeggen dat uilen heel slim zijn, hè? Ja. Misschien komt het daardoor. Ja, daarom. En maar vond je die gier niet mooi? Jawel, die vond ik wel mooi, die veren. Ik vond ze eigenlijk allemaal mooi en knap. Ja? En ze eten ook eigenlijk niet zoveel bij het voorstelling. En ze waren ook niet zoveel moe. En het is ook hartstikke lekker weer, dus ze waren ook niet zoveel moe. Maar ik vond ze wel vandaag knap. Hoe vond u het hier, de kinderen, vandaag? Ja, het was leuk. Het was een beetje rumoerig, maar dat is logisch. Kinderen hebben woensdagmiddag, ze hebben ook vrij natuurlijk. En voor de kinderen is dat natuurlijk een hele ervaring. En dan is het druk, maar dat zijn wij ook wel gewend natuurlijk. Het blijft voor ons altijd wel leuk.